even skininspectie, Menno. Dit staat jou echt beter dan wat je had, hoor. Ik bedoel, je hebt zelfs je oortjes, zeg maar. Er zit echt zo'n communicatiedingetje in. Het enige wat ik dan wel weer vind, en dan denk ik, Barbara, you did a very good job. Maar waarom heb je er een Franse vlag op zitten? En nou weet ik, dat moet een Nederlandse vlag zijn. Ik weet het, alleen... Yo, kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Murder Mystery. We zijn hier vandaag samen met ik en Menno. Eigenlijk moet ik zeggen, Menno en ik. Ja, Menno en ik. Jullie zagen net Menno's skin al, mensen. Dat is van een enige tijd geleden, een week of twee, I guess. We hadden natuurlijk iets afgesproken over jouw skin. Maar Menno, ik moet wel zeggen, deze skin staat jou beter dan jouw vorige skin. Ja? Ja, waar ben je? Ik sta bij die roze tunnels. Ik ben ook bij iets roze. Ben je bij die roze bedden en zo? Ik ben bij die beddenkamers daar in de buurt. Ik ben nu in die roze bedden. Je bent hier helemaal niet. Jawel. Ben jij kleurenblind? Nee, ik zie echt roze hier. Waarom zie ik jou hier dan niet? Ik ben hier met vier mensen. Jij zegt toch een roze tunnel? Hier. Ja, ik stond bij die. Wacht. Even skininspectie, Menno. Dit staat jou echt beter dan wat je had, hoor. Ik bedoel, je hebt zelfs je oortjes, zeg maar. Er zit echt zo'n communicatiedingetje in. Het enige wat ik dan wel weer vind, en dan denk ik, Barbara, you did a very good job. Maar waarom heb je er een Franse vlag op zitten? En nou weet ik, dat moet een Nederlandse vlag zijn. Ik weet het, alleen... Hoe staat het bij jou dan? Nou, kijk, het is zeg maar wel rood-wit-blauw, alleen ze hadden eigenlijk één blokje breder gemoeten. En dan snap ik, dan past het weer niet goed in het midden van de dinges. Maar het lijkt nu een beetje op een Franse vlag. Ja, ik snap wat je... Ja, toch? Maar ik vind skin wel heel... Eerlijk, wat vind je van deze skin? Uniek. Ik wou dat ik dit pak had. Nou, dat kunnen we regelen. Ja? Wat moeten we daarvoor doen dan? 700 likes. Nou, mensen, there you go. 700 likes en ik heb ook die skin. Ja, maar al halen we het niet, ik wil sowieso wil ik die skin. Nou, is goed. Stuur Barbara een berichtje. Nou, ik hoop dat Barbara, gewoon stiekem deze video kijkt, zeg maar. Dat ik dan gewoon in één keer een bericht van haar krijg op Discord van oké, ik heb je skin af, weet je wel. Ja, gewoon zonder te zeggen. Ja, nou, ik vind dit echt een vette skin. Ja, ik vind hem ook vet. Dit kan gewoon geschiedenis geworden, Barbara. Dat jij gewoon voor mij een skin kan maken die ik dan zeg maar gewoon langere tijd zou dragen, zeg maar. Gewoon zonder opdracht of zo. Snap je? Dat is... Ik bedoel, mensen, alsnog wil ik die 700 likes, hoor. Daar niet van. Ja. Nee, 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 meer, hoor. Andere Kuiper. andere Kuiper. Fucking Mento, jongen. What the fuck? Ben ik echt een piloot. Ik ben één keer weer Murder Mystery met Menno echt in twee weken tijd of zo. En meteen dit soort dingen. Ongelooflijk. Dat is al leuk. Godsamme zeg. Ik vind echt een leuke skin. Ja, ik vind hem ook leuk. Oh, pas bij mij. Snap je? Ja, je hebt gewoon die naam. Daarom moet je ook zo'n skin hebben. En ik ben gewoon astronaut. Ja, je bent gewoon een Duffy. Een cosmonaut. Ja. Een cosmonaut. Ja. Vooral niet in Minecraft aan dan. Wat een cosmonaut? Ja. Ja, nee, maar maat, ik ga never ever nooit mijn naam Duffy13 veranderen. Ja, snap je ook wel. Ja. Zo, dan worden mensen uniek. Ja, nee, maar ik denk dat... Hey, volgens mij... Ja. Ja, wat? Ik zag de voorkant niet, maar het is die... skin met allemaal kleurtjes. Skin met... Wait, bedoel jij al art live beelden gebeuren? Nee, wacht even, alleen groen. Wait, waar ben jij dan? Ik ben beneden. Waar beneden? Het is... Kom je niet... Wat? Denk ik. Jullie 600. En wat nou als dit gewoon een truc voor jou is om zeg maar jezelf niet verdacht te maken? Ja, dan is dat een hele goede truc, maar ik ben het niet. Ja, ja. En dan even die erachter gaan zitten. Maar ik ben het niet. Nou, waar ben je dan? Nou, ik zie dat ik er niet ben. Ik ben in een ronde ruimte of zo. Waar ben jij? Het is zeker. Het is niet. Hè? Ik loop nu tussen de vissen. Ik loop nu tussen onder het aquarium. Helemaal niemand bij me. Ja, ben ik ook onder het aquarium. Hè? Ik kom er naartoe. Jij komt nu naar mij toe? Ik ben nu in dat onderwater tunneltje. Ja, maar wacht even, er ging net iemand net dood. Wait. Ik ben in dat onderwater tunneltje. Oh, hier, yo.
Hè? Waarom zie ik dan iemand doodgaan? Voor mijn giegel? Maat, het moment dat jij ook gewoon zegt, ja, dat is hem, weet je wel. En dan zeg je weer, dat is hem. Dan zeg je weer, dat is hem. Hoe ging hij dood? Ik snap er niks van. Ja, jeet. You win. De detective schoot de laatste dinges dood. Oh my god. Dit is de beste win ever. Ten eerste gewoon dat jij gewoon bedenkt dat iemand hem is en dan heel tijd over door blijft gaan. Terwijl ik ondertussen klik. Klik doen. Maar, En dan vervolgens heb je de laatste twee mensen die lopen voor elkaar, schieten zij elkaar dood, win ik. Hoe wordt het? Ik snap het. Ja, mooie win. Dankjewel, Menno. Vindt hij kut hoor, vindt hij kut. Hij denkt echt van, ik heb het nou door. Ik weet nu wie wat is en ik weet wie die moorder is. Moorder? Ja, wat jij wil, joh. En ik wil gewoon rustig meekijken. Is het die en die? Nee, is het die en die? Ja, maar, hè? Ja, weet je hoe kut Colin tegenwoordig Murder Mystery speelt? Nee, dat weet ik niet. Als hij murderer is en heeft een zwaard, zegt hij gewoon... Ik heb hem. Ja, dan zegt hij gewoon, ik heb het zwaard. En dan weet je op dat moment niet, want laten we eerlijk zijn. Kijk, ik kan het zeggen... Ja. Maar je weet het nog steeds niet, weet je wel. En Colin zegt gewoon, ik heb het zwaard. Dan heb ik zoiets van, wait, what? En dan killt hij je gewoon, denk je van, bruh. Maar soms zegt het ook en is het niet. Ja, dus ja. Het is kut. Ja, jij bent hem nu zeker? Nee. Nee, waarom is nog geen moord gevallen dan? Nee, dat klopt. Dadelijk wel. Ja. Binnen nu 10 seconden. Jij bent hem gewoon, jongen. 10... Nee, als je daar een zwaard vliegen, wacht. Ben jij dat? Zeven. Nee, oké, ik weet wie het is. Jij bent het echt niet, jij bent het niet. Het is iemand, het is een meisjeskin met... Oh, het is Lalila, 44. Oké, dankjewel. Dan ga ik voor haar oppassen. Ik ren nu achter en ze gaat nu naar het zwaard toe in het midden. Pas op, voor je neus! Gek! Ja, ik zie haar. Ja, dat is hem dus. Maar waarom doet ze niks? Ik denk omdat... Die zeg maar heel onopvallend murderer wil spelen. En die zat net in die railroad zeg maar zwaarden te gooien. En daar zit ze. Daar komt ze. Als hier in de rug, hier in de rug. Kijk, daar ieder. Waarom doet ze niks? Nou, wat ik zeg, die wil heel onopvallend spelen. Beter schiet hij op haar. Beter schiet jij op haar. Kom op. Ja, kom. Ik ren expres met hem mee om te hopen dat dit de detective boog is. Ze gaat zelf in die ding zitten. Wat doe je als murderer nou in dit ding? Huh? Overleefd? Ze overleeft. Wauw. Oh. My god. Hij zit ook in die deur. Ja, maar dit is voor mij de detective. Oh nee, wacht, hij werkt niet. Ja, ik ga er niet in, want dan ben ik dood. Ja, ik ook niet. Hè? Maar waarom overleeft zij? Ze staat hier. Ja, maar één van de drie deuren overleeft altijd, hè? Maar ik weet niet of dat als murderer zeg maar altijd is dan of zo. Ik heb geen idee. Zie, ik heb niet gelogen wie het was. Nee, goed zo. Maar I don't get it. Waarom? Hè? Ja, ik snap het echt niet. Nee, ik ook niet. Ik snap, wat is eigenlijk het doel van deze game? Ja, maar we stonden met z'n zussen in de midden. Je kon makkelijk 7 kills. Brrr. Ja, en... op dat moment kan je inderdaad beter gewoon iedereen denk ik neerslaan. Dan rustig afwachten. Ja. YouTube, nou, ik had het wel geweten. Met een YouTube ruik. On the cover. Alright. No ban. Maar hij kan toch gewoon lezen dat er staat YouTuber. Dan snap je toch dat het geen admin is. Nee, hij is in de koffer. Oh. Oh, a stupid YouTuber. Oef. Wow. Wow. Oef. Ik wil weer vliegen boven die... Ja, dat gaat niet. Nee, dat is afgesloten. Ja, dat kan alleen met kerst, wanneer ze van die kerstcadeautjes hebben. Ja, met paaseitjes. Wow! Wat? We zijn er tegelijkertijd door elkaar. Oeh, dit wordt heel eng. Oké. Nu moet je wel dezelfde skin, hè? Menno, kom eens. Spring eens vanaf hier, daar naartoe. Haal ik niet. Jawel, kijk.
Zie, dat is gewoon haalbaar. Doe eens. Nee, echt niet voor mij, dank u wel. Kom maar. Hey, yo. Oh, jammer. Je stuit er bijna door. Ja. Ik ben gewoon goed, joh. Parcours, hè. Wait. Hallo? 911, what's your emergency? Oh. Hey. Oh. Hey. Hey, er is ergens iemand dood. Waar? Ja, hier is een dooi, hier ergens is de murderer. Wait. Even. Oh. Nou. Oh. Het was. Het, ja, ik weet niet wat het is. Nou ja, easy peasy lemon squeezy. Mensen, allemaal enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan even een duimpje omhoog en klikken. Als je natuurlijk nieuw bent, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.